Wat hebben ze ervan geleerd? Ze weten het toch allemaal dat ze. Al die artsen die dachten dat het psychisch was en dan blijkt het een hersentumor te zijn. Het is de titel van haar boek. Ze dachten dat het psychisch was. Een ernstige waarschuwing voor tunnelvisie bij de medische stand. Het begint als Nienke juli 2005 plotseling klaagt over hoofdpijn. En in een paar weken tijd van 51 naar 38 kilo gaat. Haar artsen denken dat ze anorexia heeft. Die zeiden van je bent overdrooien. Of het zijn spanningen. En Nienke die had vreselijk veel pijn. Ze lag op de bank. Ze zag eruit als een junk toen. Ze was heel mager. Op verzoek van moeder Lieske wordt een MRI-scan gemaakt. Maar daarop is niets te zien. De artsen vermoeden een hersenbloeding. En wat als ze nog verder afvalt? Is er niet een ondergrens? Als dat acuut wordt, merkt u dat vanzelf. Dan gaan allerlei organen minder goed werken. Ze kwam dus gewoon weer thuis en we waren nog niks verder. Behalve dan dat we dachten dat het gelukkig geen hersentumor was. Want dat zeiden de neurologen. Nienke krijgt geen behandeling tegen kanker, maar gedragstherapie op een psychiatrische afdeling. Ze mocht niet langer dan een kwartier over haar pijn praten en moest rechtop aan tafel zitten eten. En ze was echt doodziek. Omdat er een probleem met haar ogen is, wordt Nienke uiteindelijk wel doorgestuurd naar een oogarts. Die heeft al snel door dat ze wel degelijk een hersentumor heeft. Nou, dat was natuurlijk. We zijn de hele middag stil van geweest, zeg maar. En toen zei Nienke van mama, zullen we een carpaccio gaan eten? En toen zijn we naar een restaurantje gegaan. De behandeling liep maanden vertraging op. Maar door een combinatie van chemo en bestraling knapt Nienke toch nog tijdelijk op. Na een longontsteking krijgt ze ook een stamceltransplantatie. Maar daarna gaat het snel bergaf. Ze kon haar benen al niet meer bewegen. Want het was niet een tumor zoals een ei of zo. Maar het was, het groeide overal. Nienke overlijdt op 20 december 2007. In het Amsterdamse Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis werkt een arts die tot het laatst voor haar leven gevochten heeft. En hij mag vandaag Lieske's eerste boek in ontvangst nemen. Deze geschiedenis leert dat we als medici moeten luisteren naar de patiënt, moeten kijken en flexibel moeten zijn. En ons verder moeten realiseren dat iets als bijvoorbeeld, ja, noem het maar inbeelding, dat niet alleen bij een patiënt, maar zeker ook bij onszelf gezocht moet worden. Ik hoop dat die artsen er wat van leren. Dat ze niet op hun eigen ideeën door blijven gaan.